Yo, mensen van dus David Games King 77L hier met Kungame. En ik hoor dat mijn headset aanstaat, dat is ook niet zo handig. Op mijn PC, zo, uit. Kungame, zonder facecam. King speelt toch altijd met facecam, want hij vindt zichzelf zo lekker. Ja, ik ben ook lekker. Maar op het moment dat ik opneem, dit komt waarschijnlijk op dinsdag online of donderdag. Op de uploaddaging, ik denk dinsdag, dat het dinsdag fit is. Maar ik ben geopereerd. Aan mijn kaak, aan mijn hals, hechtingen, 5 hechtingen. Ik zie er niet uit, ik heb me niet kunnen scheren. Ik ben niet super lekker op dit moment. Dus ik denk, nou weet je wat ik doe? Ik ga gewoon wel live, leuk live. Maar dan zonder facecam. Dat is wel wennen. Ik ben nou zo gewend dat ik dus naar rechts kijk, naar mijn tweede scherm. Om naar mijn lekkere kop te kijken en dan gewoon lekker te kijken dat ik weer lekker wat voor lekkere bek ik nou weer trek. Dan denk ik natuurlijk, Kungame, hè? Zit het nou ook al in Ghost? Ja, gelukkig wel. Kungame is vet. Gungame is lachen. Oeh, ik heb Battlefield 4 gespeeld. Dat is niet slim. Dat is geen goede switch. Zeker niet even. Waar zit ik dan met een shotgun? Dan zit ik gewoon voor een kilometer te schieten. Ik had een shotgun in mijn handen. Slim, Paul. Ik had hem bijna, hè, zag je dat? Fuck. Ik heb ook pas 4 pokjes Gungame gedaan in totaal. Ik schoop erin, ben niet kunnen gamen. En ik ga nog wel spelen, random. En even kijken hoor. Die Johnny, die gast heeft 6 kills. Die heeft geen kill meer gemaakt, die sukkel. Toen heb ik nou gekillt door die gast daar binnen? What the fuck? Hoe dan? Die gast weet het zelf niet eens hoe hij me gekillt heeft. Oh, dat is lucky. Oh, maar in het Battlefield-veld ben je echt zo snel dood nu. Oh. Weet je, amper met dat een wapen schiet als ik spawn. Maar ga ik nog echo ook. Het is veel te hard. Ik kan de Battlefield spelen. Het keihard gewoon niet opnemen. Gewoon lekker spelen. Oh, ik ga nog oh no, jongens. Ik own jullie wel, jongens. Dus vanaf de volgende keer ga ik gewoon deze dingen met facecam doen. Maar dat kan nou dus gewoon niet. Dat ziet er niet uit, joh. Dat is niet zo slim met de king in de buurt, hè. Ik heb een strikje, hè. Die gast had 6 kills op me voor. Doe ik joy, man. Dit is echt heel slecht. Oh, ik had hem nog. Dat is wel heel slecht, hoor. Shit. Traag, pa. Ik weet nog niet wat de wapens allemaal zijn, joh. Oh, er rechts eentje. Wat voor wapen is dit dan in godsnaam? Dit weet ik wel, ja. De ARC, kijk nou. Ik vind het leuk met Gungan, ik heb echt hele vage wapens waar normaal nooit bespeeld. En het is lekker gewoon een beetje random, het is niet altijd dezelfde secrets. Zeg maar, wat, hey, ik ga echt op beast eigenlijk. Dat is echt dom, pa, wat wil ik nou dan? Ik weet niet wat een wapen is, shotgun? Ik heb er niet van nooit mee gespeeld nog. Kijk eens, shotgun. Net voor ik niet zag en nooit terug, kijk. Nee! Nee, dat is echt heel slecht al. Even kijken, waar zit hij? Zit nou. Daar zit er eentje. Zo kut, als tussen twee mannen inkomt, dan ga je twijfelen welke je moet schieten. En uiteindelijk schiet je op geen een. Dit was een mooie. Dit is echt kut! Kut ben je, Paul! Jij bent echt kut, Paul. Dus ik denk dat ik 2 achter elkaar ga opnemen. Het is wel leuk dit. En what the fuck. Oh, what the fuck. En vanaf volgende week komen ze met facecam. Want dinsdag donderdag zijn mijn op TDG dan.
Mijn FPS... What the fuck? FPS dagen. En dus first person shooters. Dus Battlefield. Ik ga ook Battlefield doen. Maar... Oh! Ik zat voort... Oh! Ik zat voort met facecam doen. Maar dat kan dus niet. Dat blijf ik herhalen. Tot mijn hechting. Oh. Nee, dat is echt slecht. Jumpshot. Ja, bijna. Ik kies eentje binnen hier. Ik moet een makkelijke kill krijgen van dichtbij. Want dit is ondingen. Leuk deze gun game is ook. Dat je niet gewoon de volgende keer als we bij Black Ops 2 krijg je het echt gewoon. De wapens worden steeds beter. Steeds meer range. En hier krijg je dus ineens weer dit wapen tussendoor. Dat is ook een ondingen dit. Woe! Echt slecht, want ik stond voor, hè? 16-11. Maar. Ik ga natuurlijk 2 potjes. Deze heb ik niet gewonnen, maar... What the fuck? Ik wou een jumpshot doen. Ja, ik moet even warm draaien. Ik heb dus... ik ben natuurlijk de hele week plat gelegen, bijna elkaar geopereerd. En Gun Game kwam uit. Ik heb het heel even gespeeld, toen ik echt niet lekker was. Toen was het toch de eerste geworden. Nou word ik niet eens de eerste, maar weg. En het is echt leuk, vind ik. Alleen, Sovereign er maar, ja. Wat wel raar is, zelfs in Gun Game wordt gecampt. Dat is dan wel weer raar, denk ik. Jongens, moet dat nou echt in Gun Game? Oh, voor mij... Kijk, je ziet mijn mic bewegen. Ik sta gewoon aan. Jullie kunnen me lekker horen. Ik hoop ik Nederlanders. Zijn jullie Nederlanders? Kunnen jullie mij horen? Tinkerlad. Marty Walls. Orbitizen. Orbitizen. Obesitas. Wat is... Abel. Big D. 19-1. En die is gewoon 11, hè, waarschijnlijk. Big D. Wat kies je nou deze map, man? What the fuck? Kies je nou deze map, man? Ik ga nu wel winnen, hè. Dat is wel een beetje de planning dan. Want verliezen is niet leuk. Maar ik moet echt zeggen, je moet niet van Battlefield naar COD switchen. Andersom is het wel te doen, maar joh, ik heb het echt een half uurtje. Ik ben voor het eerst een beetje aan het gamen vanavond. Voor het eerst, ik was gewoon niet lekker. En dan ga je weer gamen en dan denk ik, dan gaan we Battlefield doen. En ik speel het en ik denk, wauw, vooral die Pacific Storm, hoe die fucking map ook heet. Die is echt fucking vet. Eigenlijk moeten we allemaal eerlijk zijn, is Battlefield gewoon eigenlijk veel beter dan COD. Eigenlijk. Maar Battlefield 4 is ook niet zo goed als Battlefield 3, hè. Dat is weer het nadeel. En ja, Ghost is... ik weet het niet. Het is ik heb een heel rare relatie met Ghost. Ik vind het gewoon... Dit kan ik spelen zonder dat ik heel gek word. Maar ik word eigenlijk bij de rest helemaal gek. Dit vind ik echt leuk. Al word ik niet de eerste. Oh, Belg. Is die gast die voor mij ook toen meedeed. Toen was ik tegen... Oh, is dat die gast weer? Die speelt alleen maar Gun Game dan. Oké. Even kijken. Ik ben het eigenlijk prestige. Want ik ben nou niet prestige. Niet slim eigenlijk. Hè? En ik level wel met Gun Game. Maar ja, pech. Van een nieuw kert unlock. Ik speel met het wijf. Ik mis Amplify zo erg. Shit. Achter me. Waar? Laat ik even een andere route zoeken. Het schiet niet of zo. Waarom kies je deze map ook, jongens? Weet je dat voordat ik hier alleen maar op te rennen? Wat wapen krijg ik allemaal? Wat is dit? Shotgun? Ja, dus. Kijk even naar mijn kogels en intussen kwam er eentje aan. Dat was echt heel zwak weer. Oh. Lekker dat je marathon hebt. Je gaat kontdrukken rennen. Dat maakt Gun Game ook zo leuk. Iedereen rent gewoon lekker. Dus wij eigenlijk wel crank it. Cranked. Yes, nice. Best wel nice. Nou, even kijken. Kan winnen. Wel ook wel leuk als je wint, hè, Paul. Paul. Dat is echt kansloos dit. Kan doen, man. Oh, moet je omdraaien nu. Was je de Sjaak geweest? Ja, dit is een beetje slow pace met. Oh, kijk hem zitten. Is dat, wie was dat? Was het die Belg? Nee, Big D. Ja, Big D. Zie je? Big D weet je niet. Je bent 11. Ze gaat er toch niet zitten? Waar zat hij nou ook weer? Verderop, hè, hier hoor. Een B. En mijn beeld begint te stroken ineens. Zo praktisch. Hoe zat hij nou hier dan? Hij zit er nog steeds! In de boom! In de boom! Zoals ik net al zei, er wordt ook wel gecampt bij... Gun Game. Maar, dat houdt u nou in de gaten, denk ik. Ja.
Alleen de kiddo's hoor. Alleen hele kleine kiddies. Hele kleine mannetjes. Want hoe de fuck haalt hij je hasses om bij Gun Game in een boom te gaan zitten? Aan de zijkant van de map. Is dit nou eigenlijk een wapen? Een SMG? Ja, dan ben je echt dom. Als je nou blijft zitten, dan vraag je om een ellende, hè, meneer. De MSBS. Leuk dat je echt elke andere wapen kent, maar... Dat is... Oh! Steek je met je knieën op de vrachtwagen. Je vergeet het elke keer gewoon weer. Ik vind het gewoon Battlefield. En dat is een game dat ik denk, oké, dan mag je campen. Maar hier, ik weet... Ja, je schrikt toch elke keer. Ik verwacht het gewoon niet meer, maar... Je moet er gewoon vanuit gaan, Paul. Ze campen allemaal. Iedereen gewoon. Zelfs een gun game. Nou, ik hoop die gasten opwachten, maar fuck it. Ik wist dat ze spawnen. Zo slecht. Ik weet ook niet eens waar ik mee schiet hoor. Ik schiet maar wat hoor. Ik weet niet eens waar ik schoot. Lullig houden. Auw! Dat was wel lullig voor die gast hè. Oh, die is lekker! Oh man! Nee, jou! We spawn. C. Oh, wat een lul die gast. Shit, is het shotgun, ja. No. Dat was een gratis kill, hè. Die zag me niet. Ik zeg één ding, hè. Ik let totaal in mijn KD, hè. Het maakt toch geen reet uit, natuurlijk. Ik speel gun game. Maar lekker lol hebben, jongens. Lekker proberen te winnen. Als we... En niet zo hard rennen. Kut, die marathon hebben. Hij zal nooit stoppen met rennen nu. Ja, je moet toch wel doorrennen, jongen. Je moet achter je kijken ook, hè. Hit maken! Dat wel winnen, hè. Dat is ook voor. Dan verneut ik het aan het einde, man. Bullshit, dat ik hem niet had. Oh, nee, deze dingen weer! Hier zit ik weer een kwartier vast, deze map. Ik moet echt bij iemand in de buurt komen. Want dat jumpshot, dat ging niet zo heel erg lekker de vorige match. Paal. Dat was echt een easy kill. Ik triggerde per ongeluk alleen maar één van mijn triggers. Mijn linker en mijn rechter ook. Of zoiets. Ik weet niet, ik deed in ieder geval niet helemaal lekker. Dat was echt mijn eigen schuld ook. Oh. Blijf hier! Daar ben ik... Oh, is de laatste toch al? Nee. Het is een hele andere volgorde. Kan ik... Heb ik een gooi mes ook? Ja, dus. Ik had er geen ene in. Waarom test ik ook dit? Waarom test ik dat ding dan ook? Wat heb je thuis als je te weinig gespeeld hebt? Het is toch op het net gereleased? Oh nee. Snipers zijn soms niet silence, maar ze klinken silence. Dat maakt ook zo irritant. Ik ben eens door gesniped, joh. Hoe je? Oh, is dat de laatste? Huh? Het gaat tot de 20. Oh, sommige gaat tot de 18. Yeah! Woehoe! Nou, thanks voor het kijken. En ik heb gewonnen. Hoe denk ik dat? Ja, ik gooi er mijn best op. Thanks for watching. En de King zegt lekker liken. En laat maar weten. Ja, het duurt weken lang nu 2 afleveringen. Misschien moet ik 1 potje doen. 1 potje. Ik bedoel, 1 potje per aflevering. Thanks for watching. Geef deze video een like. Bye bye. Ja.